De VVD in Tiel heeft een bom gelegd in politiek Tiel met betrekking tot het vreemdelingenvraagstuk in de stad. Waar de Tielse raad eerder unaniem achter het beleid van de landelijke overheid stond, laat de VVD bij monden van fractievoorzitter Dukesnooi nu weten tegen de vestiging van asielzoekers te zijn en dat Tiel geen voorrang moet geven aan statushouders die eventueel in Tiel geplaatst zouden worden als het gaat om het toewijzen van woningen. De gemeente Tiel inventariseert op dit moment welke panden in de stad geschikt zijn om aan de opgave van het centraal orgaan asielzoekers, het COA, te voldoen.